Hendrik van Veldeken, onze eerste Nederlandse dichter, geboren in de buurt van Hasselt, schreef in de laatste decennia van de 12e eeuw een 35 tal liederen die enkel in Duitse handschriften werden overgeleverd. Als minnezanger, zanger van liefdespoëzie, werd hij erg gewaardeerd, zoals blijkt uit het getuigenis van een jongere tijdgenoot. Wie vol zang er? Van minnen. Hoe mooi zong hij toch over de liefde? We kunnen hem enigszins vergelijken met een succesvolle singer songwriter vandaag. Zijn werk werd in prestigieuze verzamelbundels opgenomen. Een voorbeeld hiervan is de prachtig geïllustreerde Manesse Codex, waarin ook de grote der aarde, zoals Hendrik VI, keizer van het Eiligroomse Rijk, en Ertog Jan I. van Brabant met hun liederen pronken. In dit handschrift zijn de dichters gerangschikt in overeenstemming met hun status in de middeleeuwse maatschappij. Veldekes' uivre volgt op de liederen van de markgraaf van Hoornburg, op de zestiende plaats van wel 140 dichters. Veldekes' werk wordt ingeleid door een bladgrote miniatuur, die de dichter zelf voorstelt. Hij is pijnzend afgebeeld. De wijsvinger van de rechterhand toont een spreukband... die het lege blad symboliseert. Hier moet het resultaat van zijn denken op worden neergeschreven. Herr Heinrich von Veldig, zoals het rode opschrift ons leert... zit op een groene, met bloemen bezaaide heuvel... En is omgeven door driftig rondfladderende en rondhuppelende vogels, een ekster, een fazant, een ooievaar en zangvogels allerhande. Over zijn rechterschouder loopt een eekhoorntje. De dichter is gehuld in een lang purperkleurig kleed met capuchon typisch voor het hofpersoneel. Boven het hoofd van de dichter zijn het rood-gouden familiewapen een sierhelm weergegeven, wat nogmaals duidt op zijn adellijke herkomst. Deze miniatuur is geen realistisch portret, maar een uitbeelding van het eerste lied dat er onmiddellijk op volgt. Elvis Peters maakte recentelijk van dit lied een moderne vertaling op Rijn. Deze luidt als volgt. Het zijn goede nieuwe tijden nu de vogels vreugd verspreiden, zingend waar men bloemen ziet. Dit zijn de jaargetijden die ons graag verblijden. Ik daarentegen ben het niet. Mijn domme hart smoorde mijn lied, zodat ik hard en zwaar moet lijden aan het lot dat mij geschiedt. De boodschap is duidelijk: de lente is in het land. Veldike begint met een kort natuurbeeld een zogenaamde natuuraangang die heel typisch is voor de minneluriek de bloemen bloeien de vogels zingen en de erboren natuur zou moeten aanzetten tot vreugde en warme liefdesgevoelens maar de minnaar heeft verdriet want hij is verlaten door zijn geliefde Zowel in het gedicht als in de miniatuur staat de sombere stemming van de ik in contrast met de blijdschap van het stralende lentelandschap. De minnaar met ondersteund hoofd is een bekend beeld in de middeleeuwen, zowel voor de denkende schrijver als voor de piekerende minnaar. Die worden hier allebei in één beeld gevat. De zorgen van de minnaar zijn groot. Maar hij beseft dat hij zelf in de fout is gegaan. Hij getuigt in de derde strofe: Al te ooggestemd beminnen bracht mij buiten zinnen. Toen ik haar ogen en haar mond zo mooi zag staan, en ook haar kin, en toen werd mijn hart daarbinnen door zoete domheid diep gewond. Verloor wijsheid in mij zijn grond. De gevoelens van de minnaar waren. Te hevig, En hij verloor alle hoofdse beheersing uit het oog. Hij wilde meer dan alleen maar kijken naar de schoonheid van de geliefde vrouw en probeerde haar te bepraten. Omhels mij dan, recht toe, recht aan. Maar zijn ongedurigheid kwam hem op een blauwtje te staan. Eigen schuld, dikke bult. Veldke is wat liefdesideologie en beeldentaal betreft sterk beïnvloed door de troubadours. Dichter-zangers die in het zuiden van Frankrijk een sensuele liefde voor een hoog geïdealiseerde dame bezingen. Maar hij speelt eigenzinnig met de conventies van het genre. In zijn lied over de tragische held Tristan, Sim speelt Veldeke op een gelijkaardig gedicht van een Franse tijdgenoot, Chrétien de Trois. In dat lied houdt de minnaar zich wel aan de hoofdse code. Hij maakt geen ongepaste avances, maar blijft trouw aan zijn geliefde, zelfs als deze zijn liefde niet beantwoordt. Dat dichters naar elkaars werken verwijzen was in de middeleeuwen heel gebruikelijk. Dit fenomeen noemen we intertextualiteit. Veldeke speelt niet alleen met referenties naar Franse teksten, maar natuurlijk ook naar Duitse. Voortdurend roept hij uit de traditie. Herkenbare elementen op. Maar hij doet dat op een verrassend speelse manier. Soms plagerig, dan weer ironisch. Hij speelt een geraffineerd spel waarvan hij veronderstelt dat zijn toehoorders in staat zijn het mee te spelen. Dit is werkelijk grote kunst voor fijnproevers. Veldeke heeft zelfs de latere keizer Hendrik VI dichterlijk van antwoord gediend in een van zijn liederen. Hij nam woorden over, gebruikte dezelfde beeldspraak en volgde een gelijkaardig rijmschema. Uit dit soort verbanden blijkt dat aan het Duits Hof een levendig netwerk van minnezangers actief was. Net als in zijn ene jasroman dichtte Veldeke dus ook zijn liederen in de schaduw van de keizer. Veldeke's horizon was echter niet beperkt tot het hofmilieu, zoals blijkt uit het volgende fragment: de schoonste, beste van de vrouwen tussen de Ronen en de Saven, gaf mij blijdschap van tevoren. In het gedicht worden twee rivieren genoemd: de Ronen en de Saven, een bijrivier van de Donau. Deze vormen de grenzen van het Duitse, Heilige Roomse Rijk. De Antwerpse oogleraar Frank Willaert heeft duidelijk gemaakt dat de geliefde in dit gedicht daarom niet zomaar een lokale schone is. Ze is de mooiste en de beste vrouw uit dit gigantische Rijk. Velke richtte zich met zijn tekst dus niet specifiek op het Maasland, maar op het hele Keizerrijk. Dat zien we ook in zijn taalgebruik. Dat voor een breed publiek in het Duitsstalige gebied begrijpelijk was. Zo vermeed hij dialectvormen die te specifiek Limburgs waren. Zelfs zijn combinaties van rijmwoorden waren neutraal. Ze werkten ook als ze door mensen met een ander dialect werden uitgesproken. Dat was niet evident, want de structuur van zijn liederen was vaak ingewikkeld. Veldeke benutte maximaal de mogelijkheden van zijn taal. En daarom wordt hij terecht een groot dichter genoemd.